Het is dinsdagavond en dat betekent miljoenenjacht. Welkom bij de spelshow met de allergrootste prijzenpot van YouTube Nederland. 8 bekende YouTubers gaan dit seizoen de strijd met elkaar aan op jacht naar de hoofdprijs van wel 5 miljoen euro. Hier zijn de beroemde 26 gouden koffertjes en natuurlijk Stefan de Mol. Hallo mensen van Potgrond, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe aflevering van Miljoenenjacht. En vandaag in de studio is de gast Martje17NL, welkom. Hi. Gaat het goed? Ja, ik heb alleen heel veel spanning nu. Spanning, oké. Okay. Ben je er wel klaar voor? Ja, dat wel. Oké, okay. Ik heb gehoord dat je een hele grote expert bent hierin, dus moet goed komen. Ja. We beginnen altijd natuurlijk met het voorste rondje, dat hoeft niet per se. Iedereen kent jou denk ik wel, dus dat komt wel goed. En we beginnen dus met jouw kist. Welke kist wil jij hiernaast je hebben? Nou, ik twijfel nog best wel eigenlijk. Ik denk dat iedereen denkt dat ik 17 kies, maar die kies ik dat niet. Dat dacht ik ook al, ja. Nummer 3. Nummer 3, oké. Okay, dan gaan we kist nummer 3 hier neerzetten. Oké, okay, kist nummer 3 is vanaf nu dus de hele game jouw kist, Martje. Die gaan we op het einde pas openmaken. Laten we gelijk doorgaan naar de eerste ronde. Ben je er klaar voor? Nee en ja. Oké, okay, dan gaan we maar snel beginnen. En ik hoop dat de spanningen een beetje weggaan. In de eerste ronde mag je 6 kisten kiezen. En ik zou zeggen, kies maar de eerste kist uit. Oké, 6 kisten, dan kies ik gewoon gelijk 6 eerst. Oké, okay, nummertje 6 kies je als eerst. Dylan. Oeh, ja, ik ben er ook weer bij. Natuurlijk, ja, jullie hebben me natuurlijk wel gemist. Maar ja, even de zaken. In nummer 6 zit 100.000 euro. Oeh, oké, dat is al een redelijk hoge. Maar het valt nog mee. Je moet proberen de hele game die miljoenen erin te houden. De 5 miljoen, 2,5 miljoen, 2 miljoen en de miljoen. Ja, maar ja, nou ben ik niet goed in geluksspellen. Dus, nou ja. Dan wordt het goed kiezen. We gaan het gewoon. Ja, dat wordt echt gewoon willekeurig kiezen. Ik hou dan toch de 6 erin. Doe maar 16 voor de volgende dan. Nummertje 16. Dylan, laat zien. Oké, okay, nummer 16. Ja, hopelijk brengt dit wel geluk. Dus even kijken. Het zit 20.000 euro. 20.000 euro. Oké, okay, dat kan er zeker weten wel mee door. Dat zit in het midden. Dus dat zit wel goed, denk ik. Geef me een beetje positieve energie dit. Ja, heel goed inderdaad. Kies maar gelijk de derde kist. Ja, dan kies ik toch weer in met een 6. Nummer 26 dan maar. Nummertje 26, het laatste met een 6. Oeh, ja. Dat is spannend. 26, even kijken, helemaal daarachter. Oké, okay, ik ben er. Even kijken, ik zit. Oeh, 100 euro. 100 euro! Oké. Okay. Ik dacht, er zit iets heel hoogs in. Ja, ik hoorde, dacht het ook aan zijn stem. 100 euro, dat is een hele goede, Martje. Die lagen moet je proberen zo snel mogelijk eruit te spelen. Want als je met zo'n laag bedrag naar huis toe gaat, dan word je helemaal niet blij, denk ik. Nee, daarom. Oeh, oké. Okay. Neem je tijd. Nog 3, toch? Nu de vierde kist ga je kiezen. Ja, niet te ingewikkeld denken. Nee. Het is gewoon 3. Dus nou kies ik iets met een 3. Doe maar 13. Nummertje 13, oké. Okay. Ongeluksgetal. Zit? Oeh, 20 cent. De 20 cent! Oh! Oké, okay, heel goed. Goed zo, Martje. Dat zijn 2 hele lagen vlak achter elkaar alweer. Ja. Oké, okay, netjes. Ja, misschien is het toch de 3 die geluk brengt. Alleen hoop ik niet dat daar het laagste in zit. Nee, klopt. Ik hoop niet dat daar het laagste in zit, inderdaad. Kist okay, nummer 5, de ene laatste van de eerste ronde. Ja. Welke wil je openen? Nou, ik ben de 23ste jarig en er zit 3 in, dus doen we 23. Oké, okay, nummertje 23. Oeh, hopelijk heb je nou geluk, Martje. 23, ja. Exit. Oeh, 500 euro. 500 euro, netjes hoor. Ook weer zo'n laag, heel goed. Kijk eens. Linkerkant gaat helemaal leeg. En de rechterkant blijft netjes intact. Oké, netjes. Dat mag ook, hè? Dan hoef je er nog maar eentje te openen in deze ronde. En dan gaan we kijken naar de bank. En ik denk dat ze wat hoogs gaan pakken. Als jij nu nog eventjes een lager eruit haalt. Dus welke voelt goed? Ik moet nog 1, dus ik kies gewoon gelijk nummer 1. Nummertje 1, oké. Okay. Hoe lekker dichtbij. Nummer 1, zit. 10 cent. De 10 cent, oké, zo. Heb je afgekeken of zo? Heb je van tevoren even snel de kisten gekeken, Martje?
Nee, dit is gewoon een gevoel. Ik dacht eerst met zessen, hebben we moesten 6 kisten. Ja, inderdaad. Dus ik dacht, alles van 6 eruit, dan zit je op de helft, zit je 3. En ik heb geluksgetal 3. Dus ik dacht, ik doe alles met 3 eruit. En toen was er nog 1 kist, ik denk, nou doe ik 1. Dat werkt goed blijkbaar, zoals je ziet. Ja. En dan gaan we dus nu kijken naar de bank. Het is tijd voor de bank, dus kom maar naast me staan, Martje. En we gaan kijken wat de bank ons te bieden heeft. Oké, we gaan kijken wat de bank te bieden heeft. Laat maar zien, bank. Wat is het geworden? 127.500 euro. Dat is superveel. Dat is superveel geld, inderdaad. Oeh. Gewoon echt naar de eerste ronde al, hè. Ja, je hebt een hele goede eerste ronde gehad. Wow. Zoals je ziet. Ja. 127.500 euro. Je mag gaan kiezen, Martje. Denk er goed over na. Wil je het accepteren? Die miljoenen zitten natuurlijk nog wel in de game. Maar je mag kiezen. Ja. Accepteer het bod? Of wijs je het af en ga je verder spelen in de tweede ronde met 5 kisten? De kans is wel groot dat ik nu ook heel veel grote eruit haal. Het kan niet dat altijd kan inderdaad. Gaan. Je kan de volgende ronde de vijf grootste eruit halen. Ja, het is gelijk al zo'n mooi bedrag. Ja, klopt. Maar je mag gaan kiezen. Accepteer het bod? Of wijs je het af? Tuurlijk ga ik hem niet accepteren. Dit is de eerste ronde. Oké, dan mag je op een knop drukken. En dan is het dus een no deal voor het bod van 127.500 euro. En dan gaan we naar de tweede ronde. En dan mag je 5 kisten gaan openen, Martje. Ja, nou komt het. Zal mijn tactiek nog een keer helpen, of niet? Ik weet het niet. Je kan het gaan proberen. Welke kist wil je mee beginnen, Martje? 5 kisten openen, dus 5. Oké, nummertje 5, Delano, laat maar zien. Even kijken, nummer 5. Ja, hopelijk brengt dat je gelukt. En dat is 10 euro. Weer zo'n lage de 10 euro. Martje, wat ben je goed in dit spel. Ja. Met ervaren, ik hoor het al. Ja, ik wil een keer gewoon iets leuks winnen, oké, in mijn leven. Ja, nou, als je zo doorgaat, gaat dat zeker weten lukken. De linkerkant is bijna helemaal weg, joh. Dan mag je gelijk door naar de tweede kist toe. Weer zo'n lage. Hou dit vol. Ja, nou, dan gewoon 15. Nummertje 15. Oké. Okay. 15, dat is spannend. En nummer 15 zit 5000 euro. 5000, oké. Dat is ook heel netjes in het midden. Zo, hé. Hey. Wow, de spanning gaat weg eigenlijk. Ik heb een beetje vertrouwen nu. Ja, het wordt wel steeds spannender natuurlijk als je zo meteen een van die muren eruit haalt. Maar Martje, okay. De derde kist, welke wil je gaan openen? Nou, ik denk dat je hem wel kan raden. Nummertje 17? Nee! Oh. 25! Oh, je gaat zo weer verder. Nummertje 25. Ja. Oké. En nummer 25, het is wel even ver. Dus even kijken. En nummer 25 zit 2 miljoen. De 2 miljoen euro. Oké. Het is niet de allerhoogste miljoen. Er zitten nog steeds 3 grote miljoenen zitten erin. En er 5 miljoen zitten nog in de 2,5. Dus het valt te overwegen, denk ik. Ik ging nou een beetje schip te worden. Maar we gaan gewoon door. Ja, inderdaad. Ja, we gaan door. Het kan niet altijd goed gaan. Oké, dan mag je de vierde kist gaan openen van deze ronde. De ene laatste, Martje. Welke wil je gaan openen? Nou, ik kies 2. Nummertje 2. Ja. Lekker dichtbij, Martje. Dankjewel. Nummer 2 zit 20 euro. 20 euro. Oké, goed zo. Zo, hé. Je haalt ze allemaal eruit. Je weet ze allemaal eruit te vissen. Ik ben stiekem gewoon... Ik kan door de kisten heen kijken. Ja, stiekem. Lijkt wel zo inderdaad. Of je er doorheen kan kijken. Of je hebt misschien afgekeken. Je hebt het snel onthouden. Nee. Want het wordt toch goed in de gaten gehouden door jullie. Ja. Notaris. Ja, wij hebben niks gezien inderdaad. Maar het is bijzonder dat je allemaal lagen zo eruit haalt. Ik zou zeggen, laten we gelijk naar de laatste kist van de tweede ronde toe gaan. Welke ga je openen, Martje? Doe dan maar, omdat ik dat een mooi getal vind, 22. Nummertje 22. Dilly, laat maar zien. Spannend. Nummer 22. Ik zou daar wat zitten. En dat zit 30.000 euro. 30.000 euro. Oké, dat valt ook nog best wel mee. Heel goed. Ja, dat is nog te doen. Als je maar boven de 100.000 inlaat, vanaf de 250.000, als je die maar erin laat, dan gaat het helemaal goed komen, denk ik. En je hebt een fantastische tweede ronde gespeeld. Dat betekent dat de bank denk ook weer een heel stuk omhoog gaat voor jou. Laten we gaan kijken. Het is tijd voor de bank. Vind ik zo spannend. Ja, dat snap ik. We gaan kijken wat de bank ons te bieden heeft. Bank, laat maar zien wat jullie te bieden hebben voor Martje. Wat is jullie bod? 417.000 euro?
Zo! 417.000! Dat is het hoogste wat we hebben gehad dit seizoen. Dat kan niet. Blijkbaar wel. Dat ken je toch? Oké, dat is wel echt bijna 4 keer zoveel als wat je net had natuurlijk. Ja, maar kijk ook, er zitten nog heel hoog in, hè? Ja, dat klopt. Die miljoenen zitten nog steeds in. Oh, wat erg. Het kon ook niet anders dat ze wel zo hoog gingen. Hoeveel kisten moet ik nu openen? In de derde ronde moet je 4 kisten gaan openen. Dus... Ja, ik heb wel kans op nog heel veel kleintjes natuurlijk. Dat klopt, dat klopt. Als je dit volhoudt, dan ga je zeker weten een van die miljoenen aantikken. Dus je mag gaan kiezen, maar als je denkt er eventjes goed over na, 417.000 euro is natuurlijk superveel geld. En je hoeft de volgende ronde 17. Maar 4 kisten te openen. 4 kisten? Ja. 17 is mijn geluksgetal. 417 staat er. Oeh. Snap je? Ik snap hem. Ik ben heel erg met cijfers bezig hoor. Nou, dat is slim. Maar misschien is dat een hint dat ik gewoon toch nog 1 keer moet proberen. Ja, je mag gaan kiezen. Accepteer het bod van de bank, het hele hoge bod, of wijs je het af? Ja. Ik ga Oké, no deal. Oké, heel dapper van je dat je door durft te gaan. Ik weet niet of je dit bod nog kan verhogen zometeen, maar ik hoop het voor je. Dan gaan we door naar de derde ronde en daar moet je 4 kisten gaan openen. Oké, Martje, met welke kist wil je gaan beginnen? Je moet er 4 openen deze ronde. Welke wil je starten? Dat is moeilijk. Ja, dat is zeker moeilijk. Ja, dan denk ik gelijk eerst aan 4. Kist nummer 4? Oké. Maar... dan gaan we die openen. Yes, en kist nummer 4 zit... 1 euro. De 1 euro. Oké, dat is een hele goede keuze voor jou, Martje. Zo, je blijft maar doorgaan. Okay. Bijna alle lagen zijn eruit. Maar wie weet zit er wel een kist nummer 3, een van die miljoenen. Er zitten nog 3 miljoenen in. Dat klopt. En mijn nummer is 3. Ja, zo. Ik ben heel erg op cijfers, hoor. Let daar niet op. Misschien werkt dat juist wel in je voordeel. Zullen we doorgaan naar de volgende kist, de tweede kist van deze ronde? Ja, ik moet nog 3 openen, toch? Ja, nog 3 totaal. Welke... Dan doe ik 3 keer mijn getal. 3 keer 3, 9. Nummertje 9. Dilly, laat maar zien. Nummer 9. Dat is echt heel spannend. Even kijken, nummer 9 zit. 50 cent. De 50 cent, wat? Martje, hoe weet je dit allemaal? Ik weet helemaal niks. Hoe kan dit, joh? Ik ben heel erg met cijfers bezig. En je merkt wel... Kijk, ik heb ook bijvoorbeeld wel eens... Elke keer dan kijk ik op de klok, staat er 11:11 of... Weet ik veel. Ik heb gewoon iets met cijfers. Ja, ik merk het iets met cijfers. Als je zometeen die 5 miljoen overhoudt. Ik ben bang dat jij hoog gaat eindigen in de ranglijst van dit seizoen, Martje. Als je zo doorgaat. Ojojoj. Ik vind het best wel spannend, want het kan ook in 1 keer verkeerd gaan. Dat klopt. En dan kan ik misschien eindigen met weet ik veel, 2.500 euro. Ja, dat zou natuurlijk, het kan nog alle kanten op, alles kan nog. Maar ja, je bent heel goed bezig. Ik zeg, hou dit vol, hou dit vast. Nog 2 kisten. Ja. Ga je openen. Welke wil je openen? Ja, nu gaat het compleet fout. Ik voel het gewoon. Hou vol. Ja, ik word zenuwachtig nu, ja. Ga ik voor 1 samen 11. Nummertje 11. Delano, laat maar zien wat erin zit. Nou, dit is Delano, maar dat maakt niet uit. Nummer 11 zit 40.000. 40.000 euro. Oké, dat valt nog mee. Die miljoenen zitten nog steeds in, Martje. Heel netjes. Die moet natuurlijk ook gewoon eruit als je een van die miljoenen over wilt laten. Als je maar die hoge miljoen erin laat zitten, allebei. Of alle 3 eigenlijk. Oh my god, dit is echt spannend. Ja, de laatste kist. Als je nog een keer zo'n goede kiest, gaat de bank weer flink stijgen, Martje. Even die 5 euro, de 50 euro of de 1000 of zo. Nou wordt het heel eng. Ja, welke ga je openen, de laatste kist? Ik zie daar een paar in een hoekje zitten, verdacht. Die zijn heel verdacht me aan te kijken. Ja. Ik was zenuwachtig, hoor. Oh, ik ga kiezen. Doe maar 14? Nummertje 14. Delana, laat maar zien wat erin zit. Nummer 14. Spannend. Ik zal hem even openmaken waar dat is. 5 miljoen. De 5 miljoen? Oh, Martje. De laatste kist van de derde ronde. Oh, zo zonde. Die had je in moeten laten zitten. Shit. Het was niks met cijfers, hè? Daar gaat gelijk fout, je ziet het. Ja, dat merk ik wel weer. Het was nu omdat ze zo zaten te kijken naar mij, die kisten. Ja, klopt. Hou het vast bij die cijfers, dat ging zo goed. Het is denk ik weer tijd voor de bank. En ja, zie je wel. En natuurlijk, de 2,5 miljoen en de 1 miljoen zitten nog steeds in het spel. Dus wie weet gaat de bank nog een stukje hoger voor jou. We gaan het zien. Bank, wat hebben jullie voor ons te bieden? Bank, laat maar zien wat jullie hebben.
We gaan kijken. Holy damn! Wat? €875.000? Wat? €875.500, Martje. Dat is sowieso het dubbele van net. Dat is dik het dubbele, ondanks die 5 miljoen eruit is. Waar is mijn stem gelijk? Ik kan niks meer zeggen. Oh, dit is echt een heel hoog bedrag, Martje. Denk je goed over na. Die 2,5 miljoen zit er natuurlijk nog in. En die 1 miljoen zit er zeker weten nog in. Ja, dat zijn natuurlijk de twee hoge. Als je die erin houdt. En de volgende ronde hoef je maar 3 kisten te openen. En als je daar 3 lagen uithaalt en je laat die miljoenen zitten, dan ga je zeker weten weer stijgen. Ah nee, dit is echt het moment dat ik het niet weet. Oeh, ja, dat is het hele spelletje natuurlijk. Oh. Je mag een hulplijn inschakelen als je dat wilt. Nee, ik moet het zelf doen. Anders geef ik die anderen de schuld als het verkeerd gaat. Ja, oké. Nou, kies maar. Dan kan ik kan echt heel boos worden namelijk. Dus dat... Oké, dit is echt heel moeilijk. Accepteer het bod van €875.500 van de bank. Of ga je doorspelen in een 4e ronde met 3 kisten te openen. Die miljoenen zitten er nog in. Denk daar goed aan. Lastige keuze. Wat ga je kiezen? Ik heb tot nu toe al zoveel geluk gehad, weet je. Maar dat houdt een keer op. Oké, Martje accepteert het bod van 875.500 euro. Martje, gefeliciteerd. Met dit superhoge bedrag. Wat we wel gaan doen is verder spelen. En we gaan kijken waar je dan geëindigd was. En wat er uiteindelijk in jouw kist nummer 3 heeft gezeten. In ieder geval, dit bedrag staat vast. Je hebt het echt 10 keer beter gedaan. Dat Kevin het heeft gedaan, die was veel lager geëindigd. Onder de 100.000 zelfs. En jij zit op €875.500. We gaan dus nu even snel verder spelen met wat jij had gedaan. Dus de 4e ronde. En dan mag je 3 kisten openen. Ja, ik hoop dat het nu dus gewoon eigenlijk verkeerd gaat. Want ik hoop het ook inderdaad. Oké, maar we zullen zien. Dit is gewoon een gok. Ja, welke kist? Ik voelde me er goed bij. Had je nu geopend? Dus, ja, ik zou 3 openen, maar die heb ik al zelf. Dus dan zou ik 17. Nummertje 17. Laat maar zien. Oeh. Kist nummer 17, daar zit in... €50. €50, wow. Oké, dat was een hele goeie geweest, Martje. Ja, dat is... Een hele goeie. Welke had je daarna geopend? 7. Nummertje 7, laat maar zien. Spannend, nummer 7 zit in... €5. De 5 nee. euro, nee joh! Als je nu weer een lager eruit zou halen, had je door kunnen gaan. En had de bank veel hoger gezeten. Ja, dat weet ik. Nog 1 kist, welke had je daarna geopend, Martje? Eigenlijk hoop ik gewoon dat ik nu een hoge pak, dus daar moet ik niet op letten. Want officieel moet ik nu gewoon doen zoals ik net ook zou doen. Welke zou je nu gaan openen? Wat is dit lastig. 19. Kist nummer 19, laat me zien. Kist nummer 19, was je maar niet gestopt dan, Martje. Maar ja, oké, in kist nummer 17 zit in. De 1 miljoen zit erin. De 1 miljoen. Oké. Oké, dat is dan wel weer... Dat is inderdaad wel weer zonde, inderdaad. En dan had de bank nou iets lager denk gezeten, want dan had je niet heel veel kans meer. Dus dan had hij gedaald, denk ik, Martje. Ik hoop dan was je enige het. Kans nog maar de 2,5 miljoen. Dan zouden we naar de vijfde ronde toe gaan. Dan hoeft hij nog maar 2 kisten te openen. En daarna hoeft hij elke keer maar 1 kist per ronde te openen. Dus de 5e ronde. Het had ook gekund, of tenminste, het kan nog steeds, dat die 2,5 ja, zeker, die zou in jouw kist kunnen zitten. Welke wil je openen? 2 kisten in de 5e ronde, Martje. 12. Nummertje 12, laat maar zien. De Lana. In nummer 12. Ja, wat zou daarin zitten? Even kijken. Dat is volgens mij hier. En daar zit in... 2 miljoen. De 2,5 miljoen zit erin. Dan is dus het hoogste eruit gegaan. Martje, ik denk dat je een hele goede keuze hebt gemaakt. Door te stoppen op dit hoge bedrag. Ja, maar kijk. Kijk, de hoogste tot nu toe. Ja, inderdaad. Dan had je dus die grote miljoenen eruit gespeeld. En dan zou je niet meer hoger komen. Wow. Oké, welk hart je erna geopend, Martje, in de 5e ronde, de laatste kist? Ja, ik was nu al heel zenuwachtig geweest als ik door was gegaan. Ja, klopt. ik denk dat ik mijn 24 kies. Nummertje 24. Ja, Delana, wat zit er in kist nummertje 24? Spannend. En kist nummer 24 zit in. €10.000. €10.000, oké. Die was oké geweest dan. En dan zouden we naar de bank toe gaan. Maar die slaan we over, want dat bot heb je natuurlijk al. En dan zouden we naar de 6e ronde gaan. En vanaf nu hoef je maar 1 kist te openen per ronde.
Welke kist zou je gaan openen in de zesde ronde? Je kan nooit meer hoger gaan dan dat je hebt geaccepteerd. Dus je hebt het goed gespeeld. Nee, daarom. Net op tijd gestopt. Wel, hè? Welke zou je openen? 20. Kist nummer 20. Delana, laat maar zien. Lekker dichtbij. Kist nummer 20 zit in. 500.000. 500.000, een half miljoen. Dan zie je dat er hoge bedragen eruit gaan. Maar die 750.000 kan nog steeds in jouw kist zitten, Martje. Wie weet. Ja, ja, maar dan nog. Het was klopt. Natuurlijk, als ik dan de gok had genomen, had ik uiteindelijk nog een goede kist kunnen hebben. Ja. Dan gaan we nu ronde nummer 7. Je hoeft maar één kist te openen, Martje. Welke wil je openen? Welke hart je geopend? Nummertje 8. Oké, laat maar zien, Delana. Ja. Nummer 8, daar zit in. 50.000 euro. 50.000 euro, oké. Nog steeds kans dat hij erin zit. Nog 4 hebben te gaan. En dan gaan we gelijk door naar de volgende ronde. Zo snel gaat het allemaal. De 8e ronde. Welke kist zou je openen, Martje? 18. Kist nummer 18. Laat maar zien, Delana. In kist nummer 18, daar zit in... 2.500 euro. 2.500 euro. Oké. Dat is oké, denk ik. Nog steeds kans dat hij in jouw kist zit, Martje. Ja, maar ook 1.000, hè? Dat, ja, op zich is dat ook een mooi bedrag. Maar, je hebt 875.500 euro, dus... Ja. Klopt. Dus kan me eigenlijk niks meer schelen, maar... Dan hebben we, we gaan wel kijken nog 2 rondes te gaan. Natuurlijk. En dan ga je nu de 9e ronde in, Martje. Welke zou je kiezen? 10. Kist nummer 10. Delana, laat maar zien wat erin zit. In kist nummer 10, daar zit in... 1000 euro. 1000 euro, oké. Okay. Oh, oké, dan had je het alsnog heel goed kunnen spelen. Nu is dus... Is dat sowieso mooi Ja, in. Nu speelt het dus de 250.000 of 750.000 euro. Allebei hoger dan de Serial Gamer natuurlijk. Maar ja, je hebt het sowieso al hoger gehaald. Dus je was precies op het goede moment gestopt. Dan zouden we nu de laatste ronde ingaan. Dat is de 10e ronde, Martje. Je hebt nog nummertje 21 over en nummertje 3. Ik stel voor dat jij bij kist nummer 21 gaat staan. En dan mag jij zeggen wat er in kist nummer 21 zit. En dan ga ik kijken wat er in jouw kist zit. Het is of de 250.000 euro of de 750.000 euro. Martje, wat zit er in kist nummer 21? Oké. Nou voel ik me net zo'n vrouwtje met zo'n goud jurkje. Ja. Oké, daar gaan we. Oh, het is 250.000 euro. 250.000 euro. Dat betekent dat er in jouw kist de 750.000 euro had gezeten. Maar je hebt geluk dat je de 875.500 euro hebt. Je had in ieder geval een hele goede kist gekozen, Martje. 750.000 euro, deze zat erin. En als het goed is, heb je ook al de check gekregen. Het verschilt niet heel veel. Nee, klopt. Alsnog is het wel heel veel geld nog. 100.000 euro extra heb je. We mogen je dus naar huis sturen met 875.500 euro, Martje. Ik hoop dat je er heel veel mooie dingetjes van gaat kopen. Yes. Heel veel plezier ermee. En dan mag je aan de achterkant de studio verlaten. Wow. En dan kan je daar je check ophalen. Veel plezier ermee. Super bedankt. Ja, geen probleem. En dankjewel. Tot de volgende keer, Martje. Tot ziens. Oké, Martje, in ieder geval gefeliciteerd met je grote prijs. Heel goed gespeeld. Je staat dus nu eerst in het klassement. Het klassement komt zo meteen aan het einde nog even in beeld voor de kijkers. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Kenny, goed gedaan. Bedankt voor het meedoen. Dylan natuurlijk. Martje, bedankt voor mee te doen aan dit seizoen. En ik hoop dat je hoog gaat eindigen. Mensen, vond je dit nou tof? Martjes kanaal staat in de beschrijving. Check die zeker weten eventjes. Abonneer even op ons kanaal. Laat even een dikke vette like achter. Comment wie jij de volgende keer wilt zien. In de miljoenenjacht natuurlijk. Deel de serie overal eventjes. Merchandise op Potgrond is ook te koop. Link staat in de beschrijving. En onze Instagram en Twitter staan er ook in de beschrijving. En dan zeg ik abonneer eventjes en tot de volgende video.